voor een tweede keer in gesprek met Nicky Verbeek. Op camera en in audio. Dit keer op de plek waar jij ook mensen ontvangt. Hè? Want je geeft thuis ook één op één gesprekken met mensen. Ja, klopt. En dan zitten jullie hier aan deze keukentafel of op de bank? Ja. Hier? Ja. Ja. Dus of aan deze keukentafel, hier gebeurt dus een heleboel. Ja? Of op de bank en daar gebeurt dus ook een heleboel. Ja, dat is echt waar. Dus, ja. Dus hier zijn al wat traantjes gevloeid? Of? Traantjes gevloeid. Misschien is het wel een misvatting dat op het moment dat iemand tot ontwaken komt of een ontwakingservaring heeft, dat er dan tranen gevloeid worden. Want het is meestal gewoon een ongelofelijke schrik. Schrik? Juist. Angst? Ja. Nee, schrik. Wat is het verschil alweer? Dus dat je zoiets hebt van... Oh, oh! En dan kunnen er wel tranen komen, maar dat zijn meestal nooit tranen van verdriet of van zoiets. Maar dat zijn echt tranen van schrik of van spontaan opwellende tranen die geen enkele oorzaak lijken te hebben. Mm-hmm. Dan zeggen ze, ja, ik huil, maar ik weet niet waarom ik huil. Sorry hoor, dat ik huil. Maar dat is wat ontwaken is. Ontwaken heeft niets met huilen of euforie of verdriet te maken. Wat heel vaak wel verwacht wordt. Mm-hmm. Mensen zeggen van, ja, ik heb een doorbraak gehad. Want ik heb zo gehuild. Oh, ik ben benieuwd wat zo'n doorbraak dat moet geweest zijn. Ja. Maar ja, ontwaken is niet zoiets. Ontwaken is je helemaal kapot schrikken. Dat is wat ontwaken is. Je schrikt je helemaal kapot. Is het waar? Oh mijn god, dat is ontwaken. Want ineens kom je erachter. Dat is ontwaken. Je komt er ineens op. Oh mijn god. Ja, inderdaad. Jezus, nou. En dat kan zoveel teweeg brengen. Dus vandaar ook misschien dat er wel tranen kunnen komen. Maar meestal zeggen mensen, ik spat uit elkaar. Hè? Of wat een verschuiving. Of... Omdat werkelijk bewustzijn op dat moment een verschuiving maakt. Of een verruiming maakt. Dat is wat er werkelijk aan de hand is bij ontwaken. Mm-hmm. Er valt heel weinig over te huilen. Eerder ja. Lachen misschien. Dat is ook een bijkomstigheid. Ja, er kan ook een ongelofelijke lach bij ontstaan. En dat is precies hetzelfde schrikken. Want je ziet het wel eens als bijvoorbeeld een kind iets ergs ziet, bijvoorbeeld die ziet een ongeluk gebeuren, dan zie je wel eens gebeuren dat een kind dan in plaats van schrikken, zoals een schrik eruit ziet, heel hard gaat lachen. En dat is inderdaad exact hetzelfde wat kan gebeuren. Dus het systeem reageert op iets schokkends, nou, met een of andere onvoorspelbare reactie. En heel hard lachen kan dus inderdaad ook een gevolg zijn. Ja. 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 Bij bijeenkomsten hoor ik ook regelmatig de zaal in lachen uitbarsten. Is dat vergelijkbaar? Of? Ja, dat weet ik niet. Dat zou je dan aan die mensen moeten vragen. Misschien lach ik ook wel heel veel. Ja, dat krijg ik ook wel terug natuurlijk. En het is ook wel zo. Ik moet misschien ook wel heel veel lachen, ja. Ja, dat gaat ook wel een beetje vanzelf eigenlijk. Daar kan ik dan ook niet zo heel veel aan doen. Ja. En ik krijg ook wel eens te horen van mensen dat als ik met ze praat en in contact raak, zeggen ze, zit je me nou uit te lachen? En dat is natuurlijk helemaal niet waar. Dat is natuurlijk niet zo. Ik ben geen spiegel. Ik loop iemand niet te spiegelen. Dus ik ben niet aan het spiegelen wat diegene denkt. Diegene denkt maar wat. En die ziet dat in mij terug. En dat is niet zo. Hier wordt gewoon heel veel gelachen. Ja. Hier komt heel veel energie vrij. Dat is wat lachen is. Energie die vrijkomt. Ja. Bij mij wel. Nou. Ja, bij mij zeker. Ja. Dus ik lach niet naar iemand. Mm-hmm. Je lacht niet iemand uit. Nee, al helemaal niet. Nee, ik lach niet iemand uit. Ik lach niet. Aha, zo. Maar toch is dat... Wat is dat dan in ons wat zich dan uitgelachen voelt? Ja, dat is de zoeker. De zoeker die alles projecteert. Die zichzelf wil ontmoeten en dus ziet in de ander. Dus het gespiegel de hele dag. Mm-hmm. En dat is goed om te weten. Niemand is een spiegel, hè? Dat wordt namelijk in het feit ook veel geroepen. Dat iedereen maar een spiegel is voor de ander. Maar sowieso. Mensen lopen zichzelf de hele dag te spiegelen. Dat doen ze zelf. Ja. Dus ik spiegel mij. Ik spiegelt zichzelf op het moment dat hij zichzelf bevestigd wil zien. Dus daar zit de zoekbeweging.
En dan wordt er gespiegeld. Maar niemand is een spiegel. Helemaal niet. Daar leent niemand zich voor, want iedereen is zichzelf. Niemand leent zich ervoor om voor jou een spiegel te zijn. Maar mensen spiegelen zichzelf de hele dag. Dus het hele universum, alles wat jij ziet, hè, weerspiegelt dat. De zoeker. Mm-hmm. Het ik. De droom. En dat is ook de droom. Die spiegel is de droom. Dus wat wij de hele dag aan het doen zijn, is inderdaad dat fictieve ik proberen te bevestigen. Ja. Ja. Een soort van concreet. En dan gebeurt dat. Dus je intentie wordt altijd gezien. Dus die intentie wordt gecreëerd. Die zorgt ervoor dat je het dus ook echt ziet. Dat het bevestigd wordt. Dus op het moment dat jij zegt van, ik heb een bepaald gevoel, maar het is niet zo. Ik voel me goed en nou zit jij me uit te lachen. Oh, het komt door jou dat ik me niet goed voel. Zo'n wisselwerking. Mm-hmm. Zo'n wisselwerking ontstaat er. Ja. Al die intenties, die worden gespiegeld. Als iemand, ik moet dan verzinnen van hoe zo'n situatie zit. Maar alles wat zogenaamd gespiegeld lijkt te worden, of alles waarin jij bevestigd wordt in die ander, hè, wat die ander voor jou is, dat is je eigen spiegeling. Dat is allemaal wat jij zelf aan het creëren bent de hele dag. Dat is jouw droom. Het is gewoon jouw droom. Ja. En die andere heeft er eigenlijk heel weinig mee te maken. Dat is ook vervangbaar. Iedereen is daarin gewoon vervangbaar. Ja. Omdat het geen werkelijk contact tot stand brengt. Op het moment dat je aan het spiegelen bent, jijzelf dus, jij bent jezelf aan het spiegelen, dan maak je geen contact. Dan is er geen werkelijk contact. Dan zie je niks. Dan zie je alleen maar jezelf. Je zit de hele dag naar jezelf te kijken. Dus als we het over ijdelheid hebben, nou, dat is toch wel het toppunt. Met de hele dag naar jezelf aan het kijken. Ja. Jezelf aan het bevestigen. Ja. Jezelf aan het recreaten. Maar het lijkt me ook toch best wel eenzaam als ik dat zo hoor. Want hoe, als jij zegt dat je dan geen echt contact maakt, dan ben je dus alleen maar bezig met je eigen ideetjes en fantasieën in leven te houden. En het ongelofelijke is eigenlijk, wat daarmee in stand wordt gehouden, is een vlucht vanuit eenzaamheid. Maar dat ben ik niet. Ik heb mensen om me heen. Maar die zijn allemaal mijn mensen. Mm. Ja. Ja. En wat is dan in werkelijk in relatie treden met iemand? Of iets? Hoe? Ja, wat is werkelijk in relatie treden met iemand? Dus die intimiteit waar ik het vaak in zat over heb. Werkelijke intimiteit. Is werkelijk horen wat diegene zegt. Dat is compleet iets anders dan wat jij wil horen. Of waar jij zin in hebt om te horen. Mm-hmm. Dat is compleet iets anders. Wat iemand werkelijk vertelt, ja, is ongelooflijk interessant. Dat heb je misschien nog nooit gehoord. Het is zo nieuw als wat en het heeft niets met jou te maken. Ja. Het is werkelijk de ander. Het is werkelijk de ander. Goh. Verwondering. Wat zeg jij? Wat vind jij? Goh, is dat zo? En dan zonder dus de filter van vind ik dat wat? Vind ik dat? Vind ik dat wat? Wat vind ik daar eigenlijk van? Ja. Past dat bij mij? Ja. Keur ik dat wel goed? Hoe zit dat in verhouding tot mij eigenlijk? Welke rol neem ik dan vanzelfsprekend in als jij dit vindt? Daar gaan we. Ja. Dat is geen contact. Los van dat alles. Iemand horen. Los van dat. Ja. Dus het kan zijn dat jij zo 10 jaar met iemand samen bent en die ander eigenlijk nog nooit werkelijk gezien hebt. Of ontmoet. Ja. Maar een beetje. En dan op een gegeven moment zeg je, nou, jij bent zo veranderd. Jij bent zo veranderd. Jij bent helemaal, ik kan dat plaatje van jou niet meer volhouden. Dus ik vind jou niet meer leuk, want jij voldoet helemaal niet meer aan het plaatje wat ik de hele tijd probeer tegen jou aan te projecteren. Ja. Dus onze wegen moeten wel scheiden. En ik vind dat inderdaad ongelooflijk zonde. Ga eerst die andere eens even echt leren kennen voordat je weer uit elkaar dondert. Mm-hmm. Ja. Ja, ga nou eens echt kijken. Ga nou eens echt luisteren. Wat je ook vaak hoort dan in relaties, hè, dan, dat je je keer op keer aangetrokken voelt tot
iemand die dus in jouw verhaal, bijvoorbeeld je vader of je moeder, representeert. Hè? Is dat iets wat je vaak hoort of tegenkomt? Of? Het is inderdaad zo dat het dus gebeurt en dat mensen dat zo ervaren. Kom ik weer. Ik heb altijd dezelfde soort relatie. Ik kom steeds hetzelfde tegen. Ja. Ja. En men denkt dan dat het dan komt omdat ze zus of zo in een gezinsleven waar ze vandaan kwamen hadden. Maar feitelijk komt het door de blinde vlek die toen is opgelopen. Het is dus niet zo dat je een aantrekkingskracht hebt. Dus dat er een soort magnetische werking uitgaat van mensen die hetzelfde presenteren. Mm-hmm. Maar het is meer zo dat er dus mensen zijn die precies datzelfde hebben. En jij daar een blinde vlek voor hebt. Dus je hebt het niet door. Waardoor je geen nee zegt. Terwijl normaal gesproken als je het door zou hebben. Oh, dat hoef ik niet. Dat weet ik namelijk al. Maar je weet het niet. Je hebt daar geen bewustzijn in ontwikkeld. Want daar zit juist de blinde vlek. Daar zit het overlevingsmechanisme. En dan moet je niet gek staan te kijken als je dan inderdaad op een gegeven moment erachter komt dat je weer in zo'n situatie zit. Want jij wil het maar niet zien. Er komt een gevoel bij deze relatie. Mm-hmm. Er hoort een bepaald gevoel bij deze verhouding. Maar als je dat gewend bent te overleven, ja, dan overleef je dat nog steeds. Dus zou je kunnen zeggen dat het een heel slim trucje van het ik is om eigenlijk steeds weer die situaties soort van op te zoeken? Stel, ik heb een alcoholistische vader gehad en ik heb nu een alcoholistische partner. Dan komt mij dat eigenlijk wel goed uit, hè? Want die overlevingstactieken die ik vroeger gebruikte om mezelf te beschermen tegen die alcoholistische vader, die zet ik nu gewoon weer net zo makkelijk in bij die alcoholistische partner. Ja, en het hoeft niet eens zozeer te zijn dat het dan een alcoholistische partner betreft. Maar diegene doet in ieder geval iets wat hetzelfde gevoel opwekt. Mm-hmm. En jij wil dat gevoel niet voelen? Of? Exact. Dus? Daar gaat het om. Dus of dat nou om alcohol gaat of om wat dan ook. Want het kan een totale andere persoon zijn dan je vader. Maar het gevoel wat in deze verhouding opstaat is exact dezelfde. Dus er kan van alles gebeuren. En het mooie is, die hele vader heeft er niets mee te maken. En die hele partner heeft er niets mee te maken. Alleen jij. Degene die voelt, heeft daar mee te maken. Ja. Dus wanneer gaat hij nou voelen? Want het kan dus inderdaad zijn dat in de kindertijd het kind nog te kwetsbaar was. Mm-hmm. Nog niet volledig volgroeid psychisch. Waardoor de draagkracht inderdaad nog niet in evenwicht is. En het belangrijke is dat bepaalde ervaringen ook echt niet als zodanig, als realiteit binnendringen. Mm-hmm. En daar is ook het overlevingsmechanisme voor. Het dient dat doel. Het dient dat doel. En het werkt ook. Dus het systeem overleeft deze situatie. Je wordt gedragen als kind. Prachtig, hè? Maar het werkt niet meer op het moment dat de psyche af is. Wanneer de psyche is volgroeid, dan is de appel rijp om te vallen. En dan is het klaar. En dan word je dus niet meer gedragen. Dan moet je het zelf doen. Dan moet jij overleven. Dan moet jij de realiteit niet zien terwijl het huizenhoog voor je staat, zeg maar. En dat kost moeite. Dat is de moeite. Dus het niet moeiteloze zijn. Ja. Overleven. En dan wordt ook automatisch datzelfde ingezet. Want het is onbewust. Hè? Dus alles wat onbewust is, is automatisch. Gaat vanzelf. Dat regelt de body-mind voor je. Dus het enige wat nodig is, is jouw bewuste aanwezigheid daarbij. Ja. Om te zien wat er dan is. Wat is er? Nou, vaak angst. Hè? Tenminste, als ik kijk naar mijn eigen situatie, dan kan ik me toch herinneren de tijd dat mijn vader nog ons biertje opentrok. Dan, ja, alleen het geluid al van dat flesje. Hè? Dat triggert nu nog meteen. Ik wil weten ja? Wat. Hoe het voelde. Ja, angst. Ja. Maar angst niet voor het flesje. Nee, voor natuurlijk wat dat spul met hem deed. Waardoor hij zo onberekenbaar werd. Dus hij werd onbetrouwbaar. Ja. 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 Werd hij dan agressief? Of werd hij gewoon gek? Nou, dat kon. Dat was natuurlijk dreiging. Hè? Ik heb als iemand horen zeggen, er is niks ergers dan een vader die je nooit slaat. Want dan is het een soort koude oorlog bij je thuis. Hè? Een soort
Rusland-Amerika. Want je weet nooit, het kan gaan gebeuren, maar je weet nooit wanneer het gaat gebeuren. Mm-hmm. Weet je, echt een soort, dan nog maar liever gewoon weten van nou, als dat flesje bier open gaat, dan krijg je klappen. Want dan weet je in ieder geval nog waar je... Weet even wat je zegt, hè. Ik denk niet dat iedereen het mee bezig is. Nee, oké, maar ik kan me zo voorstellen, dan weet je in ieder geval waar je aan toe bent. Het niet weten waar je aan toe bent. De dreiging, het onberekenbare, ja, dat is wat ik zo een beetje nu... Maar ja. Of dat waar is. Oftewel, ik ga even zoeken naar het juiste woord nu. Hmm. Angst voor onveiligheid. Hmm. Dus dingen zijn onveilig. En eigenlijk heeft dat, denk ik, in de volwassen versie te maken met controleverlies. Hmm. Ik heb geen controle over deze situatie. Ja. Hoe graag ik het ook wil. Ja. Ik heb geen controle over de ander. Ik moet me eraan overgeven. Ja, ik heb geen keus. Ik krijg het niet meer gerealiseerd. Ja. Ja. Dus ik weet één ding 100% zeker. Ik heb geen controle over de ander. Deze ander doet dat maar. Die doet dat gewoon. Of ik het wil of niet. Ja. Dus hoe voelt dat eigenlijk als dat zo is? Dat jij geen enkele controle hebt over de ander. Dat de ander gewoon maar doet. Mm-hmm. Of jij dat nou wil of niet. Ja. Hoe voelt dat? Het eerste woord wat in me opkomt als gezichtsverlies. Maar dat vind ik ook heel raar. Snap je wat ik bedoel? Gezichtsverlies, werkelijk? Ja. Ga eens verder. Nou, wat jij zegt, controleverlies is toch eng. Ik denk ook dat het een soort van overgeleverdheid moet zijn. Je kunt niemand stoppen. Nee. Je bent niet in machten. Je hebt absoluut niet de kracht, de macht om voor de ander te praten, voor de ander te bepalen. Om de regie op de een of andere manier, om de touwtjes in handen te krijgen. Ja. En jij weet hoe dat dus voelt. Mm-hmm. Dat ben je. Dat is wie je bent. Als je dat wil zijn, dan kom je thuis. Want dan komt bewustzijn thuis. Dus als jij innerlijk ja zegt tegen, oké, dus ik ben eigenlijk volledig overgeleverd aan de ander, elke ander, maakt eigenlijk niet uit. Mm-hmm. En je zegt, dat is dus wat ik wil. Dat is dus uw wil. Mm-hmm. Maar dan wil ik dat. Ja. Dan kom je in overeenstemming met bewustzijn. Ja. Ja. Dus je moet het willen. Ja. Je moet zeggen, ik wil me overleven. Ja. Aan dit. Want er is maar één iemand die dit is. En jij bent het. Jij bent dit. En hier zul je dus ja tegen moeten zeggen. Juist hier. Als je dit wil overleven, ben je weg. Als je dit wil overleven, dan ga je het gevecht aan. Met bewustzijn. En ben je niet beschikbaar voor bewustzijn. Ja. Dan zeg je nee tegen bewustzijn. En dan kan bewustzijn gewoon niet thuiskomen. Nog steeds niet. En in die ruimte waar bewustzijn wordt tegengehouden. Ja, daar zit een klein kind. Daar wordt iemand niet volwassen. Ja. En daar is een body-mind systeem. Wat de macht heeft. Rules. It rules you. Body mind zegt, en jij zegt, ja, doe maar hoor, want ze zegt, dat wil ik niet hoor, hier wil ik niet aan. Dus body and mind mag, krijgt toestemming om te reageren. En zich te verzetten. En dus te overleven. Ja, absoluut. En wordt daar dus door beloond. Ja. Want elke keer wanneer het bevestigd wordt, wordt het beloond. En zegt het, ik ben niet goed, hè. Zo doe ik dat. Ik merk wel dat het steeds nijpender wordt. Want situaties als in een restaurant, waar dan de bediening op haar tempo jou komt serveren. Meteen stress. Weet je wel? Meteen verzet. Zo. Ja, in de file. Meteen. Ja. Dit mag niet zo zijn. Zelf route proberen te vinden over de vluchtstrook, over een landweg. Oh, om dan toch maar... Ja, bijna in je gevoel te willen wegdrukken. Ja, steeds weer op willen lossen. Ja. Dit, je zou eigenlijk kunnen zeggen, dit gevoel wil niet meer stoppen.
Nee. Je moet je overleven. Het wordt steeds heftiger in iedere situatie. En wat ik nu merk is dat ik een soort vermijdingsgedrag ben aan het vertonen. Dus dan maar niet meer naar de supermarkt, want je komt in de rij te staan. Ja. Dan maar niet meer met de auto weg. Nou ja, op een gegeven moment durf je daar niet eens meer de deur uit. Ja. En het ergste is ook nog, ik merk dat zo'n ding als een laptop met internet, dat geeft je dan nog enigszins het idee dat je de zaak onder controle hebt. Hè? Want je kan een site wegklikken, je kan een site openklikken. Maar dan begint zelfs die laptop. begint jou tegen te werken. Het gevoel is steeds maar hetzelfde. Ja, het maakt eigenlijk niet meer uit. Dus hoe is controlling? Who is controlling you right now? Ja. Vraag het je maar af. Dus straks zit je helemaal alleen in je huis met een kapotte laptop. En kom, mag het dan komen? Ja. Maar het heeft dus geen zin, Nikki, om... Want ik denk dan altijd, iets is er niet voor niks. Hè? Die demper die dat maar steeds niet voelt. Het is er niet voor niks, het is er voor jou. Ja, dus ik heb er dus toch blijkbaar op de een of andere manier profijt van. Nee, waarom? Moet alles profijt hebben? Nee, maar... Dit nee, het is voor jou. Dit is jouw adem. Dit is jouw leven. Je hebt niks te zeggen. Ja. We hebben het in het feit dat het voortdurend over de vrije wil die er maar niet is. Mm-hmm. Nou, hier is het. Je hebt niks te willen. Ademen moet je. Dus dit gevoel, wat nu bijna, zeg maar, hier is het. Nee, hoor, het komt steeds meer aan de oppervlakte. Ja, het gevecht is heel hard, maar je hebt helemaal geen keus. Je moet dit ademen. Ja. Dit ben jij. Ja. En zolang jij nee zegt, ben jij er niet. Wat wil je nou? Je moet je overgeven. Je hebt niks te willen. Ik heb ook heel vaak mensen die zeggen... Ja, en verlichting, hè, dat is natuurlijk fantastisch. Hè, dat wil ik ook. Dan denk ik, nou, je moet eens weten wat je wil. Weet je wel wat je wil? Je wil door de stront. Dat is wat je wil als je verlichting wil. Mm-hmm. Want het is nergens anders te vinden... dan midden in de stront. Ja. Daar is het. Er is geen weg omheen. Nee. Dus zolang jij zegt, nee, maar dit wil ik niet. Dit is geen verlichting. Nee, dan is het er niet. Ja. Dan is het er ook niet. En dan blijf je lekker dromen. Dan blijf je lekker... Dan ben je dood. Feitelijk. Dus je bent hier gekomen in volledige overgave aan het leven. Mm-hmm. En dan zit je hier ineens te bepalen hoe dat dan met ruim moet gaan zien. Hoe dat dan moet voelen. Ja. Nou, dat moet dan zo voelen. Nee, dat moet niet zo voelen. Maar waarom ben ik dan zo verdomd bang om te voelen? Ja. Waar heb ik die illusie opgelopen? Ja. Op het moment dat daar een groeiproces is en daar dus iemand ontstaat, ontstaat er dus ook iemand die denkt dat hij dat is. Mm-hmm. En dat is het verschil. En dit is een moeilijk stukje. Je bent... dat wat er is. Je bent dat, exact dat wat er is. En de enige die dat weet, ben jij. De enige die weet hoe die absolute verlies van controle, van veiligheid... Niemand weet dit, Patrick. Alleen jij. Ik weet niet hoe dat voelt voor jou. Ik heb geen idee. Ik kan me er alleen maar een voorstelling van maken. Dus, maar er is voor jou ook een tijd geweest dat je nog dacht dat je in controle was. Ja, natuurlijk. Ja. Of dat ik het was die dit leven leidde. Ja, zeker. Kun je nog iets vertellen van wat dan voor jou de uiteindelijke situatie, trigger is geweest? Die al... Iedereen heeft, zeg maar, je zou kunnen zeggen, iedereen heeft wel een vast thema. Mm-hmm. En wat ik ook vaak doe tijdens dus persoonlijke gesprekken, is we gaan vrij snel naar dat persoonlijke thema toe. En in mijn geval was het dat ik niet lief was. Ik ben niet lief. Zegt wie? Dat werd mij vroeger al heel erg gezegd. Je bent niet lief. En daardoor moeten we je niet. En dat was dan natuurlijk bij mij thuis het geval. Jij bent niet lief. Ik ben lief. Jij niet. En vandaar dus dat we het jou niet gunnen. Hè? En dat jij... Nou, dat was mijn ding. Mm-hmm. En dat wilde ik natuurlijk niet. Ik wilde heel graag liever van worden. En daardoor... En dus gevonden worden. Dus niet lief gevonden, maar in liefde te worden opgenomen. Mm-hmm. He, dus ook liefde ontvangen. Liefde waard zijn. En pas toen ik ontdekte dat ik inderdaad niet lief was. Dus om me over te geven aan hoe dat dus voelt. Om niet lief te zijn. Toen pas kon ik thuiskomen. Toen dat gevecht stopte.
Ja. Ja. Ja, maar ik heb jou... Dat is iets wat ik nooit moet vergeten. Dat zal ik nooit vergeten. Moet je jezelf daar aan herinneren? Ik ben van mezelf een heel dankbaar wezen, zeg maar. Mm-hmm. En vanuit die dankbaarheid ben ik heel erg vrijgevend. Mm-hmm. En ik moet nog steeds opletten dat ik dat... altijd hoor. Altijd nog opletten wanneer ik geef. In welke verhouding dat staat. Dat ik niet geef aan mensen die zeggen... Ja, maar jij hoort hier niet bij. Altijd het, hè? Mm-hmm. Want dan zou de beweging kunnen zijn van... Maar ik ben heel lief. Ik ben heel lief. Ja. Dus daar is alertheid voor nodig. Ja. 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 Het moet wel aan de juiste gegeven worden. Ik heb jou in een eerder gesprek ook wel eens horen zeggen... Dat woord komt in me op. Wees. Je zei bijvoorbeeld van... Als iemand tegen jou zegt... je bent een slechte moeder. Ja. Dan zeg jij... Wees dan ook gewoon die slechte moeder. Ja. Weet je niet hoe dat voelt? Ja. Je weet namelijk al hoe het voelt op het moment dat je er tegen vecht. Want je wil het niet zijn. Ja, precies. Wie wil dan nou een slechte moeder zijn? Wie wil horen van... Ja, maar jij bent niet goed? Niemand. Ja. Er komt direct een bepaald gevoel op. Maar wat bescherm je werkelijk? Je beschermt het gevoel. Je beschermt hoe dat voelt. Ja. Maar wees het. Je bent het al. Het is ook echt zo. Het is echt zo. Maar stel, iemand zegt tegen mij, je bent een control freak. Hoe moet ik dat zien dan? Moet ik die control freak... Ja, hoe moet je dat nou zien? Ja. In jouw geval, hè. Kijk, bij een andere staat het heel makkelijk. Maar als het je... Dan komt het dichtbij. Ja, dan komt het dichtbij. Nou, je bent dus een control freak. Ja, dat ben ik ook. Nou dan. Ja. Wat is het dan? Nou ja, dat zit me natuurlijk in mijn werk en in mijn privé situatie zit me dat eigenlijk best wel dwars. Want op een gegeven moment dan durf je zelf niks meer. Want inderdaad, die boze buitenwereld daar. Het ene moment sta je daar vast met de auto. Het andere moment loop je daar en wordt die weg afgesloten. En thuis valt er een vaas met bloemen om. Weet je, je kan niet alles voorkomen wat er eventueel zou kunnen. Je kan allemaal niks voorkomen. Nee. Je probeert het nog. Ja, maar dat is ook wel, dat wil ik dan niet als excuus gebruiken, maar dat is ook wel iets wat ik natuurlijk gewoon thuis geleerd heb. Ik bedoel, mijn ouders zijn ook dag en nacht bezig om alles wat eventueel stress of pijn zou kunnen veroorzaken te voorkomen. Pas op met dit, doe dit niet, ga niet met de auto naar Duitsland, want daar kan sneeuw liggen. Ja, en goed bedoeld natuurlijk, maar dat is eigenlijk vanuit zijn eigen overleven. Mm-hmm. Het moet wel goed voelen. Het moet wel goed voelen. Hoezo? Waarom moet het goed voelen? Wie bepaalt dat? Heeft daar iemand gezegd... Ja, maar als ik hier ben... Dan moet het wel goed voelen. Dus voor mij geen pijn. Voor mij geen verdriet. Ja. Maar je weet helemaal niet hoe het voelt. En dat zeg ik tegenwoordig echt heel vaak. Je weet niet hoe het echt voelt. Je weet alleen maar hoe het voelt om het niet te willen. Om het te willen vermijden. Mm-hmm. Om het te willen voorkomen. Je weet hoe dat voelt. Ja. Dat is pijnlijk. Want je leeft niet... Je blokkeert jezelf de adem. Je bent dood. Ja. Je gaat nog liever dood dan dat je wil weten hoe dat voelt. Ja. Letterlijk. Jij verkiest de dood voor dit wat jou gegeven is. Mm-hmm. Dus wat je geschonken is, dit leven. Terwijl je daar zo open en ontvankelijk in bent gegaan, ga je nu ineens zeggen, ja, wacht even. Moet wel goed voelen. Het is wel vrede. Het moet wel vrede zijn. Ja. Nee, helemaal niet. Ook oorlog. Alles. Alles. Er is geen enkele adem niet goed genoeg voor jou. Behalve als jij dat zo vindt. En dan komt het er niet in. Daar is geen bewustzijn. Ja. Dus weerstandloos aanwezig zijn. Dat is zelfrealisatie. Want dan krijgt bewustzijn... Vrij spel. Dan geef je bewustzijn alle ruimte. Ja. Ja, en dan weet je het ook. Dan zijn er geen vragen. Dan zijn er geen vragen. Het is zo duidelijk. Alles is zichtbaar. Want er staat niemand tussen die zegt, wacht even, wat is dit? Hoe moet het voelen? Wacht ervoor. Ja. Je hebt ook wel eens eerder gezegd, volgens mij zo'n mooie uitspraak, dat zeg je vaker tijdens je straat, ga maar kapot. Ja, ga dan maar kapot. Wat doe je daar nou mee? Nou, op het moment dat... op het moment dat je dus bij vaak de kern aankomt. Dus de pit van deze vrucht. Mm-hmm. Dus de pit waar het werkelijk om gaat. Mm-hmm. Als je daar aankomt, dan zeggen mensen, ja, maar ik ga dan liever kapot.
dan dat jij me gaat vertellen dat ik dat moet zijn. Of dat ik dat ben. Ga dan kapot. Ga dan kapot. Kijk eens wat er overblijft. Want wat gaat er kapot? Wat gaat er kapot? Wat denk je? Wat denk je dat kapot gaat? Ja, het zelfbeeld spat uiteen. Je eigen waarde gaat kapot. Er was al niks om mee te beginnen. Er was niks. Er was allemaal... Maar jij gaat niet kapot. Dat is het mooie. En daar kom je pas achter als je wil kapot gaan. Als je echt kapot wil gaan. Dan zeg je, oh, maar ik moet dus kapot. God wil dat ik kapot ga. Ja, dus dan wil ik dat. Dan kom je in overeenstemming. Het maakt namelijk niet uit hoe jij het noemt. Hè? Want mensen zeggen dan van, ik ga kapot. Of ik spat uit elkaar. Of ik ga nog liever dood. Nou, doe maar. Doe dan. Jij hebt het zo genoemd. Daar kan ik ook niks aan doen. Jij hebt gezegd, dan is dat kapot. Of dan is dat de dood. Of dan is dat, ik spat uit elkaar. Nou, dan is het dat. Dan laat het dat zijn. Laat het sterven zijn. Laat het kapot gaan dan. Doe het eens. Kijk nou eens. Maar ja, het valt en het staat met het willen. Je moet het willen. Mm-hmm. En hoe weet ik of ik het wil? Als alles in jou zegt, don't go there. Just don't. Ja. Als alles tegen je zegt, nee, dan. Ja. Dan. En dat weet iedereen. Iedereen weet dat punt. Iedereen weet dat punt. Wanneer je zegt, ja, maar dat niet. Het is vaak het laatste, hè. Dus wanneer je zegt, nou, ik ben alles behalve dat. Ik wil alles zijn in dit leven. Of ik ben van alles en nog wat. Je kan van alles, maar dat ben ik niet. Dat. Dat moet je opzoeken. Ja. Daar moet je zijn, daar moet je ademen. Laat dat maar kapot gaan. Ja. We hadden het net op de bank ook over een uitspraak van Jan Voudrin. Die zei, nothing fails more than success. En ja. Toen zei jij tegen mij, faal maar. Ja, faal. Jij zei van, wat moet je dan nog? Hè? Ja, bedoel, je hebt succes. Je hebt succes gekend en dat is het ook niet. En dan denk je, nee, maar meer. Dat zei je letterlijk. Je zei van ja, dus dan gaat het om dat je een succes hebt. En je denkt, ja, wat is de volgende? Wat is de volgende stap in mijn succesvolle route? Ja, dat is falen. Het is dus falen. Falen. Ja, falen is het grootste succes. Dat is het werkelijke succes. Eng, hè? Falen. Eng als jij denkt, hè? In jouw geval. Denk maar eens aan wat er allemaal mis kan. Nou ja, maar op de een of andere manier roept dat wel natuurlijk een soort angst, maar het roept ook meteen een gevoel van vrijheid op. Ja! Grappig. Ja. Vrijheid. Wat zal dan vrijkomen? En wat faalt? Ja. Wat komt vrij en wat faalt? Vraag je het maar zo. Nou, wat faalt is dan inderdaad het idee wat ik van mezelf heb. Hè? Patrick Kikker, de bekende discjockey met zijn grappige YouTube-kanaal. En websites. En wat vrijkomt, ja, dat is... Ben jij? Ja, daar is geen naam voor te geven. Nee. En dat is ook iets wat steeds meer aan de deur staat te kloppen. Ja. En zegt van... Nou, het is op. Tijd. Ja. Ja. Het is tijd, zeg maar. Het is tijd. Maar goed, betekent dat ik meteen nu dadelijk, als ik hier wegrij, mijn baas moet bellen en zeggen, joh, zoek maar iemand anders voor dat radioprogramma. Wat? Want dan ga jij weer zelf bepalen. Hoeft helemaal niet. Dat gaat vanzelf. Wel. Alles gebeurt toch wel. Ja. Het gebeurt precies... Op het juiste moment. Nou, daar zit ook een vertrouwen in. Hè? Je kunt erop vertrouwen dat het leven exact de juiste momenten kent voor alles. Ja. En ook daar zit dus geen enkele controle in. Jij hoeft niet al zelf voorafgaand. Nee. Wat heel veel mensen vaak doen. Nou dan, weet je, voordat je mij afwijst, wijs ik jou af. Ja. Hè? Want dan hoef ik die pijn niet te hebben van die ene kant van hetzelfde verhaal. Dus niet nu ook voor mensen die zitten te kijken, krampachtig meteen je relatie beëindigen en je baan opzeggen en je huis. Want dat regelt zichzelf. Oh, je moest dus weten wat er gebeurt als je werkelijk tot ontwaken komt. Dan is misschien alles perfect. Dan hoef je helemaal niets te doen. Dan blijft het bij het oude, maar toch... En dan verandert alles. Oh, ja. Omdat jij verandert. Ja. En dan blijkt ineens de partner, de allerbeste partner voor jou, de meest geschikte partner zijn aller tijden. En ook nog eens zomaar al bij jou. Ja. En je werk kan ook nog steeds 100% bij je passen. Maar omdat jij zo krampachtig het probeerde een kant op te sturen. Waardoor je niks ziet. Waardoor je niks ziet. Alleen maar dat wat je graag wil zien. Je zit alleen maar te focussen op wat je wil zien vanuit je werk. Ja. Wat moet ik zijn hier? Welke rol wil ik innemen hier op mijn werk? Ja. En als dat het niet is, dan is het niet goed.
Maar wat is je werkelijk gegeven? Wat is je gegeven? En adem dat eens door. Ontspan eens even daarin. Wat is er mis mee? Wat dacht je dan? Wat had je gewild? Wat had je verwacht? Wat is er nou weer niet goed? Een van de laatste podcasts die ik met Paul heb opgenomen, die had als titel Rupsje Nooit Genoeg. Heeft jij dat wat zegt? Ja, dat is een boekje, een kinderboekje. Ja. Nou ja, daar zo zie ik ook zeg maar dan dat mechanisme van die ik. Hè? Want dat is voor die ik eigenlijk nooit genoeg. Want ik zit nu bij een landelijk radiostation. Maar ja, er zijn ook radiostations die hebben nog net wat betere ontvangst overal. Weet je wel? Of net wat meer luisteraars. Dus dan is voor dat rupsje nooit genoeg, zit je eigenlijk nooit op de juiste plek. Hè? Je zit altijd, dat is het altijd net niet. Ja. Het is altijd net niet goed genoeg. Ja, ja. Dus hoe voelt dat om de mindere te zijn? Ja, dat voelt inderdaad als mislukken of als... Dat ben je. Ja. Dat ben je dan. Een mislukking. Wees dat. Een mislukking, zeg je. Ja, wees dat is. Wees dat is. Wees dat is. Wees is gewoon, oh, het kan allemaal beter, maar toevallig niet hier. Ja. Hier niet. Wees dat is. Wees dat is. Ja, want je bent het al. Alleen je probeert er nog wat van te maken. Ja. Maar als we dat eens wat verder doortrekken, Nicky. We weten allemaal vanaf een bepaalde leeftijd dat dit lichaampje eindig is, hè? Ja. Is dat niet ook waarom we zoveel, tenminste dat merk ik bij mezelf. Ik probeer zoveel mogelijk nalatenschap te creëren, dat ik dan toch blijkbaar nog maar, als dit er niet meer is, dat het dan toch nog iets verder leeft. Snap je wat ik bedoel? Ja, oh, dat is wel een hele grote identificatie met wie jij bent nu op dit moment, zeg maar. Met dit lijf. Mm-hmm. Nee, maar ik noem het even als voorbeeld. Ik bedoel, ik heb er inmiddels ook wel door. En het is ook al een beetje gestopt. Maar daarom deed het ook zo'n zeer toen mijn YouTube-kanaal met 25 miljoen views ineens geblokkeerd werd door Google. Oh. Weet je, daar heb ik echt een week lang slecht van geslapen. Maar uiteindelijk was het en, toch... En daarna wat gebeurde er? Is het weer... Nee. Het is gewoon... Die is voedsel. Met al die grappige filmpjes van al die jaren. En... Wat natuurlijk nergens bewaard is, omdat het al veilig op YouTube stond of zo. Nee, ik heb het wel allemaal nog. Maar ja, die views, hè. Je bent die views kwijt. 25 miljoen views. Maar goed, dat gaat hier nou niet op mij. Maar ik noem het even als voorbeeld. Ik merkte ook echt, dat was dan voor mij. Ik dacht, ja, als ik er dan ooit niet meer ben, dan staat dat tenminste nog op YouTube. Snap je wat ik bedoel? Goh. Ja, zo ver kan dat gaan. Ja, maar dat is heel erg een identificatie met de persoon. Ja. Maar ook al heb je het door, dat wil ik nog eens ervaren. Ook al heb je het door, dat wil toch nog niet zeggen dat het dan automatisch stopt. Nou, kennelijk heb je het nog niet door. Want er is een groot verschil tussen iets gevonden hebben. Ja. Dus, zo zit dat. Dan vind ik dat ook. Op het moment dat het niet hier binnen is gedrongen, volledig in overgave ontvangen, dus werkelijk beschikbaar zijn voor die ervaring, want dan weet je het. Als je het weet, dan weet het systeem het ook. En dan zal je daarnaar leven. Dus dan is je zou kunnen zeggen, dit mens in volledige overeenstemming met bewust zijn. Ja. En op het moment dat iemand iets vindt, dan kan zijn gedrag nog voor alle kanten uitgaan, omdat het nergens is geïntegreerd. Op celniveau, hè? Ja. Is binnengekomen. Het is niet werkelijk binnengekomen. Het is nog in de oppervlakte. Ja. Ja. Nee, het voelt als een soort geparkeerd. Weet je wel? Ja, het is nog helemaal niet binnen, joh. Nee, je hebt het helemaal niet werkelijk binnen laten drinken. Maar dat is blijkbaar toch ook misschien omdat dan de cel of de gevangenis, zoals Hans Laurentius dat zegt, dan nog net, zeg maar, comfortabel genoeg is. Ja. Ik bedoel? Ja, ik zeg dat precies hetzelfde. Ja. Ik vind het heel leuk hoe hij het benadert, absoluut. Ik zeg eigenlijk hetzelfde. Dan is de bereidheid gewoon niet groot genoeg. Ja. Dan is het toch het behoud van het ego, laten we het even zo noemen, groter, het verlangen om dat te behouden, om daar nog aan vast te mogen houden, enige houvast, die is dus belangrijker. Die is je meer waard dan bewust zijn. Maar komt dat omdat dat de grote onbekende is? Dat je niet weet wat je ervoor terugkrijgt als je dat opgeeft? Je krijgt er ook niks voor terug. Dan wordt je alleen maar iets afgenomen. Ja, dan wordt je alleen maar iets afgenomen. Ja. Volledig houvast wordt je afgenomen. Dank je. Het is gewoon vallen. Ja. Het is echt vallen. Het is letterlijk vallen. En dat ook nog willen. Dus dan zeg je, dus ik wil vallen. Dus ik wil falen. Dus ik wil verliezen. Dus ik wil verdriet. Ik wil... Dat druist tegen alles in wat je in de eerste 40 jaar aangeleerd is. Wat het ego denkt. Ja. En wat de maatschappij beweert. Ook nog eens. Ja, maar ja, die bestaat natuurlijk uit de dromen van de dromers. Ja.
Godsamme zeg. Ja, je druist zo voor... Ja, nou, absoluut. Er is, de maatschappelijke orde is niet waar je aan zou moeten gaan houden. Is net zo, daar moet je net zo ongehoorzaam aan zijn als de body-mind. Ja. Maar helpt het dan dus ook om bijvoorbeeld naar een intensive van jou toe te gaan? Of dat je gewoon jezelf echt eens even een x-aantal uren, dagen onderdompelt in dit? Helpt dat? Zeker. Ja, je wordt aangeraakt, hè? Ik bedoel, je wordt aangeraakt. Ja. Op het moment dat iemand werkelijk bereid is om onbewust te zijn, dus om geen tweeheid te zijn, dan is het inderdaad tijd om naar een guru te gaan. Of om naar satsang te gaan. Mm-hmm. En daarin op te gaan. En je daaraan over te geven. Ja, dat is de allermooiste route. En het is er ook nog eens. Het is er gewoon. Het kan. Ja. En tijdens die intensive, dat is dan één keer per jaar. Dat is voor mij ook heel intens natuurlijk. Dan gaan we echt, dan neem ik iedereen. Dan verwacht ik ook van iedereen volledige bereidheid. Maar dan gaan we met z'n allen door de stront. Dan gaan we ook met z'n allen door de stront. Ja, zonder doel, hè. Zonder het licht aan het einde van de modderpoel. Want ja, het gaat vanzelf. Het is niet iets wat jij kunt voorstellen. Je kunt je er niks bij voorstellen. Je moet stoppen daarmee. Stoppen met denken. Je moet niet denken aan wat er komt. Je doet het nergens voor. Dat moet absoluut het doel zijn. Want alleen de denkgeest heeft een doel voor ogen. Alleen de denkgeest heeft een voorstelling. Bewustzijn is en weet exact wat het allerbeste is voor jou op elk moment. En dat ontstaat vanzelf. Je moest eens weten. Ik denk wel eens van, oh, je zou eens moeten weten. Als je je volledig overgeeft, wat het leven doet. En iedereen is op zoek naar de mystiek. En iedereen is op zoek naar de magie. En dan denk ik, fucking hell. Weet je, jij bent de magie. Je bent de volledige mystiek. En je zegt steeds maar nee. Iedereen zegt nee, 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 nee. Moet wel goed voelen. Ja. Ze weten het helaas niet. Ja, maar ja, je moet het willen. Zonde eigenlijk. Ja, nou ja, dat is een zonde, hè? Ja. Dat is de zonde. De grootste zonde. Dat is de zonde. Dat we niet willen voelen en dus leven. Dat we denken dat we zelf kunnen bepalen hoe het moet voelen. Ja. Ja. Dat we denken dat wij kunnen willen. Dat wij het voor het zeggen. Dat je denkt, nou, maar ik wil dat niet of ik wil dat wel. Ja. Ja, daar. Daar zit de totale zonde. Daar zit de zonde. Ja. Het is niet zo. Je geeft je over aan de wil, dat heb je al lang gedaan. Nou, niet zeuren nou. Het is perfect. Ja. Ja. En alles was ook steeds perfect. Of je nou helemaal weg zat te dromen of niet. Dingen gebeurden toch. Mm-hmm. Het is ongelooflijk. Maar het is toch veel mooier om dat mee te maken. Om het te zijn. Mm-hmm. In plaats van je af te keren daarvan. Ja, dus mensen zeggen, ja, ik heb zulke mooie dingen meegemaakt. Zulke mooie dingen meegemaakt. En dan denk ik, ja. Was je er wel? Ja, dat ben jij. Mm-hmm. Dat ben jij. Wat je mee hebt gemaakt. Ja. Die wonderen, die zaten er allemaal in. Toen had je lekker even een kiertje opengezet of zo. Dan mocht het eindelijk eens een keer. Maar je bent dat dus elk moment opnieuw. Ja. Ook in dat verkeersongeluk. Dat kan ik me herinneren. Ja. Ik heb ooit zo'n ongeluk met mijn brommer gehad in mijn 16e. En dat was totale vrede, rust, sereniteit. Ik zag mezelf vliegen door de lucht. Ik landde. Ik rook dat gras. Weet je, dat was intens. Ja. Het ging te snel om voordat ik je om zich ermee te bemoeien. Je, dat kwam daarna pas ja, weer. Ja, dat kwam daarna. Maar ja, dat zijn echt de momenten die je pas echt, echt alive voelt. Hè? En daarom kan ik me voorstellen dat mensen tegen bergen gaan opklimmen en zo. Waarbij ze zo gefocust moeten zijn. Want iedere fout die ze maken kan hun leven kosten. Ze zijn zo in het moment. Ja. 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 Dat is waar jij ook naar verwijst. Dus gewoon dat echt, echt aanwezig zijn. Ja. 100% zonder interpretatie. Ja. En dat 24 uur per dag. Geen enkele hou vast. En het voelt dus als vallen. Letterlijk. Ja. Buitelend door de lucht. Wanneer komt de klap van de aarde?
En niet weten, ja, absoluut. En niet weten wat er dus volgt. Hmm. Omdat er totaal geen controle meer is. En dat is één ding wat je op dat moment zeker weet. Op het moment dat jij gecatapulteerd wordt door de lucht. Ja, dan is er niemand die zegt, even kijken, wat is mijn beste val? Ja. Hè? Dat gebeurt niet meer. En dat is het. Dan ben je overgeleverd. En dat is het dus. Maar het gevoel wat dat opwekt, hè, als we het zo hierover hebben, dat gevoel wat dat opwekt, dat is bereidheid. Dat is overgave. Geen enkele houvast wensen. En dat is een innerlijke houding. Om alles te zijn. Een innerlijke houding om alles te zijn wat er gegeven wordt op dat moment. Want dat is ook werkelijk wat het leven is. Het wordt je gegeven. En jij bent beschikbaar. Het wordt je gegeven bij elke adem. Elke adem is een geschenk. Ja. En elke seconde, elk moment is het geschenk. Het levensgeschenk. Ja, wie ben jij om dat af te wijzen? Weet je wel? Wie? Wie ben jij om te zeggen, nou, deze vind ik niet zo leuk. Dat wel, dat niet. Ja. Ja. Dat kan niet. Dat is een droom. Dat bestaat niet. Het is je gegeven en je wil het. Wil het dan ook? Wil het? Zeg gewoon, nou, dit wil ik. Dit wil ik dus. Goh, ik wil dus falen. Ik wil dus de mindere zijn. Ik wil dus verliezen. Ja, ja. Ja, dat wil ik. Goh, nou, dat is even nieuw voor me. Moet ik even aan wennen. Maar ja, oké, ik wil het. Ja. En hoe voelt dat? Ja. Hoe voelt dat? Daar zit je. Daar zit je. Daar zit aanwezigheid. Ja. Inshallah. Zoals Allah het wil. Ja, uw wil geschieden. Ja. Ja. Dus ze hadden het echt niet bij het foute eind vroeger? Nee, helemaal niet. Oh, er waren zoveel wijzen. Ze hadden allemaal het beste met u voor. Ja. 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 Nou, wederom bedankt voor dit intensieve en toch mooie gesprek. Ja. Je gaat dus een intensive geven in oktober. Ja, al vrij snel dus. Het eerste weekend van oktober. Er zijn nog een paar plekken. Ja, we hebben nu op dit moment officieel 24 deelnemers. Maar omdat het hele centrum heeft wel meer plekken nog. Dus, ja. En we mogen dus gewoon voluit gaan. Dus er kunnen misschien nog wel 10 mensen bij. Als dat echt, als ze dat echt willen. En waar is het? Helios Centrum in Heerde. Ja. Begin oktober, alle info op je website moodja.nl of even googlen op Nicky Verbeek. Ja. Er zijn dus nog een aantal andere gesprekken van jou. En het leuke is, op advaitavedanta.nl staan ook satsangs van jou. Nou, er is zat te vinden. Mensen kunnen dus ook een afspraak met je maken om, net als ik hier aan de keukentafel, eens even door te doorgronden waarom nou die pit zit. Ja! Ja. Ja. Ja, om de pit te onthullen. Ja. Ja, ja, werkelijk. Ja. Dankjewel, Nick. Jij ook bedankt.